Steve Letwin, CEO en president van IAM Gold Corporation, heeft bij zijn recente bezoek aan ons land de eerste van 3 tranches aandelen overdrachten gedaan aan Suriname. President Desi Bouterse heeft symbolisch de ruim 1 miljoen aandelen in ontvangst genomen. Op 30 augustus 2016 heeft het bedrijf een intentieverklaring getekend met de regering om de rechten te verwerven van het Saramaka-gebied met de bedoeling binnen 2 jaar exploratieactiviteiten uit te voeren. Bij de ondertekening is een eerste aanbetaling van $200.000 gedaan. Een maand later heeft het bedrijf de intentieverklaring geratificeerd om het Saramaka-gebied te kopen. Er is vervolgens $10 miljoen betaald en overeengekomen is om ruim 3 miljoen IAM Gold aandelen in 3 gelijke jaarlijkse transacties uit te geven aan de Surinaamse regering. Er zullen dus nog 2 aandelen overdrachten zijn voor beide iets meer dan 1 miljoen aandelen. Suriname is vrij om deze aandelen te behouden of te verhandelen op de beurs. Met deze afspraken heeft de staat een direct belang in het functioneren van het bedrijf, waardoor het kan profiteren van gunstige productiecijfers en goudprijzen.